Ja, leuk hè, zo'n sterretje. Maar als het over 2 weken oud en nieuw is, dan ga ik natuurlijk wel aan de slag met het grotere werk. Hoewel... In Nederland hebben we de traditie om met middernacht de straat op te gaan en vuurwerk af te steken. Nederland is daar uniek in. In andere landen mag je ook best vuurwerk afsteken met oud en nieuw, maar daar gebeurt het meestal door professionele bedrijven. Met zoveel mensen tegelijk de straat op gaan en je eigen vuurwerk afsteken, dat gebeurt alleen in Nederland. In Nederland mag je vuurwerk kopen vanaf je 16e. Maar iedereen mag het afsteken. Vanaf 10 uur 's morgens op Oudejaarsdag tot 2 uur 's morgens op Nieuwjaarsdag mag er overal in Nederland vuurwerk worden afgestoken. Als je daarvoor of daarna vuurwerk afsteekt, overtreed je de wet. Je kunt dan worden opgepakt door de politie. Ik vind het spannend, ik kan het niet laten, toen heb ik het afgestoken. Maar ja, dat doe ik nou dus ook nooit meer, want... Het is hier ook niet zo prettig, vind ik. Ik voel me eigenlijk niet zo goed op dit moment. Een beetje een rot gevoel. Heb je nog meer bij je? Ja, alleen dit. Is dit het enige? Ja. Vuurwerk dat in Nederland wordt verkocht, wordt goed gecontroleerd. Er zijn strenge regels over hoe groot de klap mag zijn en hoe hard het mag klinken. In België zijn de regels minder streng. Daar wordt het hele jaar vuurwerk verkocht en mag het vuurwerk harder knallen. Soms kopen Nederlanders hun vuurwerk in België. Dat is verboden en dat vuurwerk mag je niet afsteken. De politie controleert auto's bij de grens. Ik ben verleden week al een keer gepakt, dat hoeft maar niet meer. Vuurwerk. Ja. Hoe ging dat dan? Nou, gewoon thuis, we staan ze te wachten op wie. Als je thuis komt. Thuis, dan hebben ze uw nummerbord genoteerd. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, alles in beslag, 2-3 dagen vastzitten. Met vuurwerk gebeuren ook vaak ongelukken. Je speelt natuurlijk toch met vuur. En met stoffen die kunnen ontploffen. Als je vuurwerk precies zo gebruikt als op de verpakking staat, is de kans dat het misgaat klein. Maar veel mensen halen de raarste dingen uit met vuurwerk. Ik had hem in deze hand. Ik steek hem af. Gelijk, boom. Dus ik loop daar binnen. Dus ik zeg tegen hem, help, help. Ik had dus een bom gemaakt. Die leg ik in het tunneltje neer. Ik steek hem aan. En hij klapt direct. De kruid van 400 strijken zat in een glazen potje. Ik liep gewoon weg en toen, ja, een paar seconden later, toen keek ik naar mijn hand. Mijn vriend die zag bloed druipen. En, ik had het eigenlijk niet gemerkt. Ik dacht dat ik die strijken weggooide en gelijk voor mijn neus klapte, maar niet die hand. Lak in het ziekenhuis. Tenminste, lak in de ambulance. En op een gegeven moment zegt die man zo van, ja... Acute amputatie. Ik schrok me rot. Bleek naar mijn arm. Ben geamputeerd. Door de klap met de aansteek is mijn duim half eraf geslagen. En ik heb nog het geluk dat ik nog kan zien. Omdat er ook een stuk glas door mijn oogkas is geslagen. 2 vingers eraf. Van mijn ene vinger een stukje eraf. Nou, mijn lichaam heeft wel beschadigd. Alle hechtingen. Maar voor mij hoeft het niet meer, strijkers. Nooit meer. Je kan nooit meer functioneren zoals je normaal gefunctioneerd hebt. Voor de rest van je leven. Ik denk zo'n 2,5 vinger of 3 vingers weg. Ja, mijn werk die kan ik niet meer voortzetten. Dus wees voorzichtig en breng niet de eerste dag van 2007 in het ziekenhuis door. Want oud en nieuw moet vooral een feest zijn. Nou, inderdaad, het moet vooral gezellig zijn natuurlijk, zonder dat je je vingers verliest. En dit jaar gaat de Europese Unie misschien een strengere vuurwerkwet maken. Nou, en voor Nederland zal er niet zo heel veel veranderen, maar in België zullen ze de regels behoorlijk moeten aanpassen.